Welkom bij de serie video's over verzekeringen. Deze video gaat over autoverzekeringen en is een eerste deel uit een korte serie van 2. Bekijk zeker ook het tweede deel van de serie. Deze video gaat over de WA-verzekering. Wie een auto heeft, is verplicht om die te verzekeren, want in de wet wordt geregeld wie de aansprakelijkheid draagt bij ongeval of andere schade. Die verzekering is verplicht. Je noemt dat de WA-verzekering, dat ook gewoon betekent wettelijke aansprakelijkheid. Wat is dat nou precies? In deze video ga ik uitleggen hoe je de premie daarvoor berekent en wat dat precies allemaal inhoudt. Van belang is dat voor een WA-verzekering het gewicht van de auto het uitgangspunt is voor de berekening van de premie. Het is immers zo dat een zware auto bij een aanrijding meer schade veroorzaakt dan een lichte auto. Het gewicht van de auto staat daarom ook altijd vermeld in de opgave. Een opgave zou er zo uit kunnen zien. Je ziet op de toets een premietabel staan. Kijk even goed naar deze tabel. Daar staat bruto premie, personenauto's WA. En je ziet dat de linker kolom gewichtsklassen vermeldt. De middelste kolom is de premie voor mensen die hebben aangegeven bij een verzekeraar dat ze niet meer dan 20.000 km per jaar zullen rijden. En de derde kolom bevat ook premies, maar dan voor mensen die dat van tevoren niet willen beperken, het aantal kilometers. Opgave in de toets zou er zo uit kunnen zien. Je ziet een heel verhaal. Jesse's ouders hebben een auto van 1250 kilo. En daar heb je meteen al de gewichtsklasse te pakken. Daarna volgt nog meer informatie over de prijs van die auto. Maar in dit voorbeeld beperken we ons tot de WA-verzekering. Dus we gaan aan de slag met het gewicht van de auto. Zoek het gewicht van de auto op in de tabel. Volg de pijl en je ziet staan dat ik 1300 kilo aanwijs. 1300, omdat de gewichtsklassen gaan tot en met 1300 kilo. Een auto van 1250 kilo kan dus niet verzekerd worden voor de premie van auto's tot en met 1200 kilo. Let dus goed op, het gewicht van de auto moet afronden naar boven en dat getal opzoekt in de tabel. Goed, uitgaande van 1300 kilo trek ik een lijn in de tabel om te zien welke premie daarbij hoort. Voor mensen die niet meer rijden dan 20.000 km per jaar is dat €840 bruto premie. Voor wie meer rijdt, €908 per jaar. Als de verzekeringspremie wordt gevraagd, begin je dus altijd met het opzoeken van het gewicht van de auto. Dan kijk je in de tabel welke klasse het is en zoek je de premie op. Je kunt voor je auto ook een zogenaamde casco-verzekering afsluiten. Dat is een extra verzekering die niet verplicht is. Alle schade die je zelf veroorzaakt aan je auto of die tijdens een aanrijding aan jouw auto ontstaat, wordt door die verzekering vergoed. Het is een dure verzekering. Dus, voor we verder gaan, samenvattend, de WA-verzekering is voor de schade van de tegenpartij en is verplicht. De casco-verzekering is voor de schade aan je eigen auto en is niet verplicht. Bij een casco-verzekering wordt gekeken naar de nieuwwaarde van je voertuig. Wat heeft de auto destijds gekost toen hij voor het eerst aan iemand werd verkocht? De hoogte van de nieuwwaarde bepaalt de hoogte van de premie en het bedrag van de nieuwwaarde staat ook altijd in de opgave. Hier zie je weer dezelfde opgave van zojuist. Daarin lazen we dat de auto van Jesse's ouders 1250 kilo weegt, een feit voor de WA-verzekering. Maar je ziet ook staan dat hij een dagwaarde heeft van 16.000 en een cataloguswaarde van 25.000. Met die 25.000 moet je aan de slag. De dagwaarde is in dit geval niet van belang. Je ziet hier een tabel die lijkt op die van de WA-verzekeringen, maar je ziet dat hier de meest linker kolom is oorspronkelijke cataloguswaarde. Nou, de waarde van de auto waarvan je in de vraag met de pijl ziet aangegeven 18.500 kun je opzoeken in de tabel. Deze tabel gaat niet verder dan €16.400.
maar de werking van de tabel is hetzelfde. Zoek het bedrag op, kijk in de juiste kolom en je ziet wat het premiebedrag is. Bij een toets zal gevraagd worden of je de verzekeringskosten wilt uitrekenen. Wat verzekeringskosten zijn, wat dat begrip betekent, heb je kunnen zien in de eerste video van deze serie over de standaard premieberekening. Voor de autoverzekering maakt het verschil dat je zult moeten zoeken naar het gewicht van de auto en de daarbij behorende WA-premie. Heb je die gevonden, dan noteer je die. Tweede stap is, als het gaat om een auto met een casco-verzekering, dat je op zoek gaat naar de nieuwwaarde van de auto. En zoek in de tabel die je hebt gekregen daarvan de premie op. Bijvoorbeeld 22.500 en een jaarpremie bruto van 1600 euro. Tel die twee bedragen bij elkaar op, want samen vormen ze de totale premie. Als er wordt gevraagd om verzekeringskosten, zal er in de opgave ook een bedrag staan voor poliskosten, bijvoorbeeld 8 euro. Als je de beide premies en poliskosten optelt, zit je nu op een bedrag van 2.458 euro. Daar komt aan bij, heb je geleerd in de eerste video, de assurantiebelasting, 9,7%. In dit geval bedragen die dan 238,43 euro, zodat de totale verzekeringskosten voor de auto in dit voorbeeld 2.696,43 euro bedragen. Zorg dat je dit stappenplan goed kent. Eerst de WA-premie, dan de casco-premie. Beide premies optellen, poliskosten erbij tellen, assurantiekosten berekenen. Meer over dit onderwerp leer je in het boek paragraaf 3.1, bladzijde 74 tot 77. Maak de opgave, maar leer ook de begrippen. De begrippen, kennis, heb je nodig om te begrijpen wat er met een vraag bedoeld wordt. Bekijk nu ook deel 2 van de serie over autoverzekeringen.